on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Fischer hier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Het is natuurlijk zondag en dan upload ik in ieder geval elke week een Q&A. Deel nummer 15 is het alweer en vind je het nou hartstikke leuk? Laat dan even een duimpje achter, dat zou natuurlijk enorm fijn zijn. En ik hoop dat we weer een keertje de 200 likes kunnen halen, want dat moet toch makkelijk kunnen. Kom op jongens, het is hartstikke leuk om dit te kijken, ja toch? En te maken ook. Is trouwens ook hartstikke leuk. Ik vind het ook hartstikke leuk om te maken. Vandaag op de achtergrond zien jullie een keertje Advanced Warfare gameplay op de map. Green Band is het. Green Band. En ik speel hier met de ASM1 en ik haal 47 kills. Het is niet heel bijzonder gameplay, maar wel leuk voor op de achtergrond. Het is altijd een beetje lastig om een gameplay te halen op Advanced Warfare, want je hebt natuurlijk skill-based matchmaking en dat is fucked up, irritant af en toe. Voor de YouTubers in ieder geval is het irritant. We gaan lekker over naar de vragen. En heb jij ook nog een vraag? Dat kan natuurlijk. Je kan ook een vraag hebben bij mij. Je mag alles vragen aan mij wat je maar wil. En dan moet je het wel even achterlaten hier bij de comments. Want dan kan ik het volgende keer beantwoorden. Ja toch? Of beantwoorden. Eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja toch? Eerste vraag is van Matthijs Visser. Q&A, wat zou je doen als iets soortgelijks als The Walking Dead uitbreekt? PS, je verdient een stuk meer subs. Dat vind ik ook. Ik vind dat ik meer kijkers verdien. Want ik doe echt wel heel veel mijn best qua filmpjes maken. Ik vind dat ik gewoon meer kijkers verdien. Dus simpel is dat. Maar wat zou je doen als iets soortgelijks als The Walking Dead uitbreekt? Wat zou ik doen? Ja, hoe zou ik reageren? Ik denk dat je echt fuck op echt verbaasd bent, toch? Je komt naar buiten en je ziet eens. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat ik echt fucking bang zal zijn, toch? Of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat ik niet helemaal blij zal zijn. Ik denk dat ik helemaal gek word, trouwens. Nee, dat zou echt niet echt kunnen. Maar ik zou ook niet weten wat ik zou moeten doen dan. In godsnaam. Want, het is gewoon. Als je nu bijvoorbeeld The Walking Dead kijkt, hè. En eigenlijk als je er gewoon kijkt, dan is het gewoon overleven. En je weet eigenlijk gewoon dat het eigenlijk is gewoon hopeloos bijna. Het is vrijwel hopeloos. Dus ja, ik weet nog eens of ik het zou willen meemaken, zou ik het zo zeggen. Misschien zou ik wel zelf dat even gaan doen. Ja toch? Ik weet het niet. Misschien nog wel een leuke vraag ook aan jullie. Wat zouden jullie doen als dat nou zou gebeuren? Dat is misschien een leuke vraag voor jullie. Want ik zou echt in ieder geval gewoon echt bang zijn. En ten tweede zou ik gewoon waarschijnlijk dit doen. Bij mezelf. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Gaan we de volgende vraag. De vraag van VR Prisian. Weer een leuke Q&A. Dankjewel. Q&A. Als je een leuk chickie zou ontmoeten en je zou het goed kunnen vinden, maar ze vindt dat je veel gamet en veel met YouTube bezig bent. En ze zou zeggen, of je kiest voor mij, dus stop met YouTube, of je blijft gamen en ze gaat weg. Wat zou je doen? Goed, Jan Dirk van Beer Friesen. PS, ga zo door. Wat zou ik doen? Nou, heel simpel eigenlijk. Ik doe nu YouTube. Dus diegene die nu eventueel met mij een relatie zou aangaan, hè, die moet dat gewoon accepteren. Want die weet dat ik aan YouTube doe. Dus het is gewoon heel simpel. Ik ga, kijk. Het zou misschien lastiger zijn als je bijvoorbeeld een vriendin hebt, een vrouw hebt, hè, en je gaat dan aan YouTube beginnen. En dan, en dan wordt het misschien wat en dan geeft het misschien te weinig aandacht en zo. Dat zou misschien, dat is, ik denk nog wel iets anders. Maar alsnog moet je dan, vind ik al als vrouw of man zijnde, moet je gewoon achter je partner staan altijd. Want je moet het ook zien als werken, wel een beetje. Dus in ieder geval, nu zou ik zeggen van, nieuwe vriendin, nou je moet me accepteren wat ik doe. Dit is gewoon mijn leven. Klaar. Zo simpel is het gewoon. Jij wil bij mij gaan, jij wil in mijn leven komen. Prima, dit is mijn leven. Dus accepteer me. Dat is mijn antwoord. Even kijken. De volgende vraag. Van Thomas Visser. En Q&A, wat zou je doen als een van je YouTube vrienden bijvoorbeeld Paul zou overlijden? We hebben natuurlijk dat eigenlijk een beetje meegemaakt. Hè? Want Björn was in principe gewoon een YouTube vriend natuurlijk. En die is overleden dan in november. Misschien mensen die niet kennen. Twism heette die. En die... zeg maar fan van ons
alle, zou ik zo zeggen. En die wilde ook, die had altijd gewoon het beste met ons voor. En helaas is hij afgelopen november overleden aan een gescheurde hartader. Klopt, hè? Wat is dat? Gescheurde hartader. En ja, om zoiets mee te maken is gewoon echt heel erg vervelend. Gewoon heel erg naar en je wenst dat nooit iemand aan. Gewoon simpel. Als bijvoorbeeld Paul zou overlijden, ja. Ik denk dat ik helemaal gek zou worden als ik eerder ben. Paul is natuurlijk gewoon ook een vriend van mij al 15 jaar. En ik zou me als ik eerder ben geen leven kunnen voorstellen zonder Paul. En ik hoop dat hij dit bij mij ook denkt. Ik denk het wel hoor. Maar kijk, ja. Ik denk dat ik echt wel heel erg kapot zou zijn. En ik weet ook niet wat ik zou doen. Maar... ja, daar zou ik echt niet aan willen denken. Ik vind het heel erg luguber, weet je. Nee, dat is het niet. Gijs van den Burg. Q&A. Wat vond je van Vlodder en van dochter Kees? Nice videovisie. Dankjewel Gijs. En jij ook voor altijd steun en comments. Kom je heel vaak tegen. Dochter Kees is natuurlijk Tatjana Simic. Die was vroeger best wel lekker. Als ik eerlijk ben. Vond echt best wel lekker wijf. Maar nu is ze natuurlijk wel wat ouder. Dus ja, dat is het net niet meer. En wat Sint van vond, van je Vlodder zelf. Ik vond Vlodder echt wel hartstikke leuk natuurlijk, vroeger. Ook de films van elkaar was hartstikke leuk. Wel een beetje uitgemolken als ik eerlijk ben. Deel 2, 3, een beetje uitgemolken van 1. Want 1 is gewoon het allerbeste. En qua serie vond ik het ook wel leuk. Al was het af en toe wel echt heel erg kinderachtig. Als ik het nu ook soms zie nog op RTL 5 komt het geloof ik elke werkdag. En dan kijk ik het wel eens voor de gein en denk je van, jongen, wat dom. Het is gewoon echt, het kijkt lekker weg, weet je. Zo simpel is het eigenlijk, maar ach ja, weet je. Tijden veranderen ook en vroeger was het gewoon hartstikke leuk, weet je. En nu zou zo'n serie denk ik niet echt heel veel kans meer maken. Als een serie nieuw uit zou komen. Ik denk niet echt dat het heel veel kans maakt, maar vroeger vond ik het in ieder geval echt hartstikke leuk. En ik moest ook heel vaak heel erg lachen erom. Op uw man, wat doet u nu? Dan een volgende vraag van WWE22IFI. Q&A, wat is je favoriete vakantiebestemming? Ik ben al een paar keer op vakantie geweest. Ik ben niet vaak op vakantie geweest. Een paar keer Frankrijk, Disney, waar ben ik nog meer geweest? Spanje ben ik een keer geweest. Ik ga het nog niet aan. Het is een keertje op de vee gekomen. Wat meer? 2 keer ben ik naar Kroatië geweest en 1 keer naar Peru. Kroatië was tot nu toe... Peru was het allermooiste natuurlijk, maar ja. Volgens mij was het toen de tijd. Wanneer was het? 2000 of zo? 4000 gulden. Of 3800 gulden of zo. Dat was echt heel veel geld, geloof me. Heel veel geld. 3800 gulden. Maar het was wel echt waard. 16 dagen toen in Peru geweest. Met mijn vader alleen samen trouwens. Vond ik hartstikke vet namelijk. En een rondreis door Peru gemaakt. Maar het leukste misschien... lekker simpel, als je zegt, ik wil een weekje weg of zo, dan vond ik Kroatië het leukste. Want ten eerste is het 1 niet duur. Dat was €750 of zo voor een weekje. Met z'n tweeën, all inclusief. En het is gewoon een heel erg mooi land. En alles is daar nieuw natuurlijk. Want ja, ze hebben natuurlijk oorlog gehad, hè, eind 90 jaren. En eigenlijk alles is opnieuw opgebouwd. Nieuwe wegen, nieuwe huizen, nieuwe hotels. Alles is nieuw in Kroatië. En... behalve het binnenland dan. Maar in ieder geval aan de kust is alles nieuw. En het is gewoon echt een heel mooi land. 1100 eilanden waar je naartoe kan. Ik kan het niet bedenken. De natuur is mooi. Het is gewoon lekker weer. Weet je? Het is niet te warm, niet te koud. Hè? Het is gewoon ga ik 24 tot 30 of zo. Nou, het is lekker. Prima land eigenlijk. Dus als ik een vakantiebestemming zou kunnen aanraden, zou ik zeggen van Kroatië. Ga er naartoe. Volgende vraag. En waarschijnlijk ook de laatste vraag zo te zien. Van Robbie Rothengatter. Oké. Okay. Q&A. Een trio met 2 mannen. En je YouTube kanaal mag blijven. Of je YouTube kanaal kan weg. Mag weg. Gaat weg. Moet weg. Zoiets. Doe dan toch maar het YouTube-kanaal weg, denk ik. Want ik ben echt... ik moet eerlijk zeggen, ik hou echt alleen maar van vrouwen. Sorry, jongens.
Sorry. Ik heb er overigens niks tegen homo's of zo of wat anders. Maar daar heb ik absoluut niks tegen. Maar ik hou echt zelf van vrouwen. Dus nee, geen trio met twee mannen. Dan maar een YouTube kanaal. Weg. Weet je wat je nou ook kan doen namelijk? Dan start je gewoon namelijk weer een nieuwe YouTube kanaal. Ja toch? Zo simpel is dat. Dat kan allemaal tegenwoordig. Jongens, vinden jullie het leuk? Vonden jullie dit leuk? Geef dan even een duimpje nog steeds. Nog een duimpje als je het nog niet gedaan hebt. En jongens, tot de volgende keer. Bye bye. Beetje spraakgebrek.